Goedemorgen. Jongens, ik zie eruit. Ik ben verbrand. Mijn neus is trouwens ook verbrand, Nini. Ik ga mij snel klaarmaken en dan klaarmaken. Ik ga gewoon echt als een skooi naar de... Ik ga me snel klaarmaken en dan klaarmaken. Ik ben nog niet wakker. Oké, nee. Ik ga me snel vaccineren en dan ga ik ontbijten. Vandaag gaan wij naar... The Monkey Forest. De Bali Swing. En we gaan naar één tempel. Ik heb besloten om niet al die tempels te bezoeken, want... Ja, ik ben daar gewoon niet zo van. Maar ik wil wel één tempel zien. Allemaal hetzelfde. Nou ja, niet allemaal hetzelfde, maar... Oh, mijn schouders doen zoveel pijn, hè? Oh! Nee, maar we gaan dus naar één tempel. En dan zijn we klaar, want mijn voeten houden het gewoon niet uit. En daarna wil ik gewoon weer lekker chillen. Dus niet zoveel activiteiten. Maar ik wil wel genoeg hebben gezien in Bali. Dat dus. Ik zie jullie straks. Nee, ze zijn aan het poepen. Ik ben aan het poepen. Wat buiten? Oké, dit is ons ontbijt vandaag. Ik heb lekker 2 spiegeleitjes. Brood, pastijtjes met kip, een beetje salade. Ik vind de tomaten hier zo lekker, dus ik pak er echt heel veel van. En een bordje fruit. Super lekker. Net zo lag me uit omdat ik al die vrouwen hier niet versta. Ze praten raar Engels hoor. Nee, dat ligt niet aan mij. Schat, die geeft raar antwoord. Nee, maar jij doet alsof ik geen Engels kan. Ik versta hun gewoon niet. Wat deed je gisteren ook alweer? Wat zei ik dan? Nou ja. Gisteren waren we bij je een massage. Je vrouw zegt tegen haar, wil je zeg maar tot je onderbeen of je bovenbeen? Ze vragen maar, wil je die optie? Ze geeft een keuze. Zegt ze, yes. Dat is een vraag, een antwoord geven. Ik hoorde jou lachen op de achtergrond. Ik ging helemaal stil. Ik zeg meer, ze vraagt of je dit of dat wil. Oké, trek het hier keihard. Thank you. We'll bring it back. Dus we moeten met paraplu's hier rondlopen. We gaan even lekker een massage nemen. Woehoe! Oké. Location in Bali be like. Wee yo! Net zullen we straks ook thee drinken ergens. Heb ik echt gepraat, is gewoon links. Ja. Er is echt letterlijk niemand buiten. Niemand meer buiten. Mensen gaan nu massages nemen en naar het winkelcentrum. En ze gaan nu ook allemaal kooklessen nemen. Ik wil eigenlijk kooklessen nemen, maar Nessie wil dat niet. Nessie wil dat niet. We zijn net klaar met de massage. Ik ga helemaal stuk. Nessie heeft keiharde klappen gehad. Net hoe was de massage? Dat is kut. Ga even een winkeltje, we gaan drinken halen. Oké, wij gaan een ijsje halen. Ook. Ja, denk het wel. Hoezo niet dan? Mag ik niet? Mag ik niet? Oh, ik vind deze eigenlijk toch niet zo lekker. Nu heb je toothpaste. Het is een eeuwige tandpasta. Nessie zit al de hele vakantie te strooien met voor mij. Hij heeft deze chick geen voor gegeven. Hij was zo boos. Met mijn vader heeft me niet zo hard geslagen, man. Ik heb me net klaargemaakt. Het is nog steeds echt gewoon... Het is echt nog steeds shit weer. Nessie, ik ben klaar, hè? Sta je op? Leuk, hoor. Wij gaan gewoon naar de malls of zo. We hebben net een massage gehad. Dat was echt... Nou, ik wil zeggen, het was echt lekker, maar die was niet lekker, Enes. Het was de slechtste massage in Bali tot nu toe. We hebben echt goede massages gehad, maar dit was niet zo'n goede. Wij gaan nu naar de mall. We gaan daar gewoon even rondlopen, kijken wat er te doen valt. Want verder is hier ook echt niks te doen als het regent. Kijk, één keer. De hele tijd dit, zo zielig. Eigenlijk het Nesse met mij gewoon een kookles moet volgen, maar dat wil hij niet. Ik heb wat nooit gezegd. Ik vroeg jou, wil je kookles? Toen zei je nee. Ja, ik zou, er zijn betere dingen te doen op dit moment. Dan een kookles nemen in de middag. Dit is trouwens mijn outfit van vandaag. Gewoon simpel, ik heb het volgens mij al eerder aangehad hier. Het is echt een chill outfit. Love it! Dit zijn echt life hacks. Fucking slim. Maar ik denk dat het ook best wel gevaarlijk is. Dan? Denk je ook niet? Oh, vlogging. Miriam Channel. Welke stel zit nou zo in de taxi? Ik vond deze plek niet fijn. Wij zijn
zijn aangekomen in de shopping mall en het ziet er echt leuk uit hier. Het ruikt lekker. Het ziet er... Oh, Make Up Forever! Oh mijn god! Yes! Wij zitten nu bij een Chinees restaurant en we hebben deze zure komkommer besteld. Maar hier doen ze echt kapot veel knoflook erin. Maar het is wel echt super lekker, hè, Nes? Het is voor 3-4 teentjes knoflook in. Ja, maar het is wel echt lekker. We hebben nu lekker loempiaatjes besteld. Zo, jongens, het ziet er echt goed uit. Ik heb noedelsoep met garnalen en surimi, denk ik. Ja. Wat is dit? Geen idee. En ei? En Nessie, wat heb jij? Ja, hetzelfde, maar dan met beef. En? Mooi hoor, Ness. We zijn bij Topshop, de mannenafdeling. Wat is Topshop? Ik ken dat niet. Hebben we ook in Rotterdam, hè? Bij, hoe heet die ook weer? Die nieuwe, niet de Bijenkorf, maar die andere. Oh, dat zijn we. Ja, daar heb je ook Topshop. Ja, echt tof, man. Ja, ik vind hem ook leuk. Deze trip echt totaal niet geslaagd gewoon qua shoppen. Ik heb warm. Ben je klaar? Helemaal dood. Oké, jongens. Ik heb een paar dingetjes gehad van Victoria's Secret. Voor Honey is het eigenlijk. Zij past op Lira en ik heb echt allemaal leuke spulletjes van gekocht. Maar kijk één keer hoe leuk ze het inpakken. En het ruikt zo lekker. Hou jij je mond? Ik vind het echt cute. Honey is voor jou. Oké, guys, wij zitten nu in het hotelkamer. We laten ons zo weer masseren. En daarna gaan we waarschijnlijk ergens eten. Dus we gaan niet meer zoveel bijzonders doen. Dus ik denk dat ik hierbij ook de vlog ga afsluiten. Wacht, ik laat je nog wel even zien welke jurk ik heb gehaald. Kijk dan hoe cute. Ik heb deze jurk gehaald. Want ik dacht van, want ik wil binnenkort naar de Bali Swing. En ik dacht, dit past er echt perfect bij gewoon. Ik zie het daar helemaal voor me. Ik heb het gekocht voor 25 euro. Het is weer een mango. Het was afgeprijsd hier. Oh echt? 70 euro. Ik ga nu naar de spa en dan zie ik jullie morgen weer. Doei!